De dollarkoers bereikte vandaag een straatwaarde van 20 SRD. Daar de vraag naar dollars steeds groter wordt, schiet de koers automatisch omhoog. Minister Saskia Walden van Economische Zaken zegt dat hoewel ook andere factoren een rol spelen, het kleine aanbod van dollars debet is aan deze ontwikkeling. En als er steeds een hogere prijs wordt geboden, dan weet je dat de koers omhoog gaat. En als mensen die valuta hebben, steeds een hoge prijs ook voor hun valuta willen, dan gaat ook de verkoopprijs omhoog. Dus daar moet er natuurlijk veel meer stabiliteit in gebracht worden en daar wordt aan gewerkt. De bewindsvrouw zegt dat het tekort aan valuta een uitdaging is om op te lossen. Haar ministerie werkt samen met de Centrale Bank en het ministerie van Financiën en Planning aan een oplossing. De inmiddels 3 ingestelde valutacommissies moeten helpen hierin verandering brengen. Dus daar wordt aan gewerkt en ik heb er vertrouwen in dat we binnenkort wel een oplossing daarvoor hebben. Zodat we ook stabiliteit hebben op de valutamarkt. De wisselkoers stabiel zijn en dat we niet meer gaan naar een groot verschil tussen de centrale bankkoers en vrije markt. Minister Saskia Walden van Economische Zaken. Ze zegt dat een stabiele koers zal leiden naar een gezonde economie.